Ik heb het nu echt gewoon opgegeven. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. Ik wou de datum gaan zeggen, maar ik weet de datum niet. Dus ja, wordt een beetje moeilijk. Maar volgens mij is het de 13e. Denk ik. Ik weet het niet. Maar jullie zagen het al net bij het begin. Maar welkom allemaal bij een gloednieuwe vlog. Dus ja. Ja, het is gewoon vandaag een nieuwe vlog. Yes. Ja. Nou, jongens. Ik zie jullie straks weer. Bij een nieuwe shot. Nou, jongens. Vandaag was ook weer een kortere vlog. Maar ik beloof vanaf morgen weer langere vlogs te gaan maken. Maar wat het is. Ik had vandaag weer de hele dag mijn camera ingeplucht. En ik heb het nu echt gewoon opgegeven. Echt. Ik heb er alles aan gedaan de beelden terug te krijgen. Maar het is gewoon niet gelukt. Echt. Ik vind het zo naar. Maar er is die dag wel een video online gekomen. Want ik bedacht me net. Ik heb wel een andere video die we het weekend hebben opgenomen. Die ik nog wel had. Maar ja. Echt. Ik vind het zo naar dat ik die beelden kwijt ben. Maar ja. Het is nou eenmaal maar zo echt. Ik vind het zo ontzettend naar. Maar ja, ik vind het heel jammer. Maar ja, het is nou maar eenmaal zo. Oh ja, en ik zit nu mijn video te renderen van gisteren. Van, ja, nee. Van veel langer geleden als gisteren. Ik wil elke keer van gisteren zeggen. Dat ik elke keer van mijn backup werk. Maar deze is al van veel langer geleden. Dus ja, ik moet er even hard gaan editen, want ik ben nu 2 dagen bezig geweest om die bestanden terug te krijgen, enzovoort. Dus ik ga nu gewoon weer editen vanaf morgen. Ga ik weer de hele dag editen, morgen moet ik wel nog een volle week doen. En dan ga ik morgen gewoon proberen 3 video's, ja, dan ga ik morgen de video's editen van, ja trouwens op zich zit, ik bedenk me nu dat ik helemaal niet zoveel hoef te editen. Maar dat komt, die ene video daar zit niet zoveel edit-tijd in, die in plaats van die vlog online komt. Dan heb ik de vlog van... of wacht. Ik moet ook nog de vlog van vrijdag. Ik moet nog 4 vlogs editen. Ja, 4 vlogs moet ik editen. Nou, dat moet wel lukken op zich. Dat lukt wel. Nou, jongens. Ja, Oké, ik ga gewoon nog lekker... wat vlogs editen enzovoort. Dus ik ga proberen nog vanavond een te editen als deze klaar is maar renderen. En dan, ja, komt goed. Ik heb trouwens nog 5 dagen en dan moet deze vlog die ik nu zit te renderen weer online. Dus ja, komt allemaal goed. Ja, het komt gewoon goed. Oké, jongens, ik zie jullie straks. En misschien vlog ik nog wat meer, misschien vlog ik niet meer zoveel vandaag. Dat zien we nog wel, want ja... ik heb gewoon, ik heb niet zoveel te doen vandaag. Dus ja, daar komt het op neer. Ik heb gewoon, ja, waarom zeg ik, ik heb niet zoveel te doen vandaag. Ik kom niet uit mijn woorden, jongens. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik heb heel veel te doen vandaag, maar ik heb dus 100.000 jaar geprobeerd die bestanden terug te krijgen. Wat niet lukte. Dus ja, daarom is het niet. Maar ja, het komt goed. Het komt vanaf. Komt gewoon weer nog steeds elke dag vlog online. Dus ja, daarom heb ik dus ook die backup. Ik heb regelmatig de vraag gekregen waarom ik zo lang van tevoren al opneem. Nou, dit is dus de reden. Want nu komt er alsnog elke dag een vlog online. Buiten dan na zo'n domme actie door al mijn vlogbeelden verwijder van de dag. Maar ja, daar hebben we het even niet over. Nou, ik zie jullie straks. How do we? Nou jongens, ik zit nu te editen en ik ben bijna klaar met de vlog van vrijdag. Ja, van
niet dat die vrijdag online is gekomen, maar die ik vrijdag heb opgenomen. En het is nu dinsdag, dus ja, ik ben op zich, loop ik aardig op schema voor het weekend, wat er tussen is gekomen en voor de dagen. Want ik was gisteren, moest ik nog donderdag en vrijdag en... Ik heb vandaag de hele dag geprobeerd en gisteren die bestanden terug te halen. Dus ik heb vandaag aan het eind van de dag nog 2 vlogs kunnen editen. Of ja, eentje die is bijna klaar. En dan heb ik morgen nog een paar dagen. En dan heb ik vanaf morgen nog 5 dagen om hem online te krijgen. Dus ja, als ik ze gewoon vandaag render, dan heb ik 5 dagen. En dan als die 2 online staan, dan heb ik nog 7 dagen verder. Dus ja, zo bouw ik mijn backup weer een beetje op. En ja, het komt gewoon goed. Dus ik ga weer editen. En dan zie ik jullie straks als ik klaar ben met editen, denk ik. Of zal ik een timelapse maken? Nee, ik maak dit keer geen timelapse. Want het kost ook allemaal extra rendertijd. Dus ja, extra. Zodra ik hem moet renderen, een timelapse, dat kost pokken veel extra rendertijd. Dus ja. Nou, ik ga weer verder. En ik zie jullie straks. Houdoe. Nou jongens, zoals jullie zien, zit de eerste vlog, zit een vlog die, ja, de eerste vlog van vandaag die ik heb geëdit te renderen. En dadelijk ga ik nog de tweede doen, maar ik ga nu eerst naar beneden en dan ga ik daar zitten. En dan als hij klaar is, dan ga ik de tweede vlog renderen. Als het nog niet is voordat ik ga slapen. En anders zet ik hem morgen vroeg aan onder mijn folderwijk. Want morgen vroeg ga ik dus mijn folderwijk nog doen. Dus ja, dan zet ik hem morgen vroeg aan ondertussen ook mijn folderwijk ben doen. Ik zie het nog wel, maar komt goed. Ik zie jullie straks. Houdoe. Nou jongens, dit was mijn vlog voor vandaag. En ga ik zeggen, vergeet niet te abonneren. En ik heb kriebel op mijn hoofd. Help. Vergeet niet te abonneren zoals hier beneden staat. Volg me op Instagram. Staat ook hieronder in beeld. En abonneerding die staat in de beschrijving zeg maar. Daar staat een knopje om te abonneren. En doe dat duimpje omhoog. En dan zeg ik tot morgen 10 uur bij een gloednieuwe vlog. Houdoe.